zijn de drie wijzen. Dames en heren, uw gastheer Koert van Eegem. Goedenavond, zeer goedenavond, dames en heren hier in de Limburghallen. En ook u, kijkers thuis, welkom bij de drie wijzen. Ik zei het, we zijn in de Limburghallen en we hebben uiteraard ook hier drie schitterende wijzen. Ik begin met Jacques Vermeire. Vanavond in Limburg met de Limburgse Gertie Christoffels. En last but not least, Wouter Grootaars. Buonasera. Onze kandidaten en ik begin met Francine Goorts. Dag Francine. Francine Goorts die komt uit Diepenbeek. Zij is een huisvrouw, ze is gehuwd, heeft een dochter. Zij houdt van zwemmen en lezen en van zelf kleren maken. Ja. Ja. Dus jij hebt dit zelf gemaakt, Francine? Ja. Helemaal zelf? Helemaal alleen. Dus je hebt daar ergens ook een beetje voor gestudeerd, want ik zie dat het er perfect uitziet. Ja, snel en uitgestudeerd. Ja. En maak je ook alle kleren voor je dochter? Voor mijn dochter, ja, zeker. En ben je daar heel veel mee bezig? Want hoe oud is je dochter? 16. 16, dus die draagt niet zomaar alles niet meer, hè? Die worden kieskeurig. Nee, die worden kieskeurig. Maar jij volgt de mode op de voet, dus? Ik volg, zeker. Ja. Dat ze een dochter heeft van 16 jaar, dames en heren. Vinden jullie dat niet fantastisch? Dat ze ziet er zo goed uit. Men vraagt niet naar de leeftijd, maar met een dochter van 16 jaar is zo mooi. Je lijkt nog op je dochter waarschijnlijk nog een beetje. We geven haar een applaus, dames en heren. Ja. En Francine speelt tegen Constant Froimont. Ja. En Constant Froimont die is een leraar uit Tongeren. Hij is gehuwd, heeft een jongen en een meisje als kinderen. En doet aan veel sport, voetbal en triathlon. Inderdaad. Sorry, Constant, triathlon. Ik weet dat het enorme afstanden zijn. Je moet om te beginnen 20 kilometer zwemmen. Nee. Ja, toch E4, of E5 de beter gezegd. Ja? 3 kilometer 800 zwemmen. Dat is al flink, hè? Springt men op een fiets, 180 kilometer fietsen. En dan loopt men 41 kilometer en zoveel 100 meter. Een marathon dus. Ja. Ja, dan achteraan. En dat moet allemaal na elkaar. Dat is een duur sport, dus dat is een sport. Een dure sport? Nee, een duur nee, sport. Een duur sport, dus een tijd wel te verstaan. En jij doet dat? Ja, nu niet meer. Hebben we gedaan. Je hebt dat gedaan. Ja, hebben we gedaan. Ook niet die kwart triathlons, want dat je dan alles door vier moet delen? Ja, toch ook wel, ja. Ja, dat doe je ook niet meer. Nee. Dus nu is het uitsluitend nog bezig zijn op sportgebied met de jeugd. Trainen? Ja. En ben je iemand waar ze bang van zijn? Op de nodige momenten wel, ja. Is dat echt? Kijk even naar de kijkers die onder jouw bevel dat allemaal moeten doen. Mij zou je zo ver niet kunnen krijgen, hoor. 3 kilometer zwemmen en 180 kilometer fietsen. Poh. En terwijl er auto's bestaan. Goed, we gaan spelen. En het eerste wat we doen, Francine Constant, dat is met Chris van den Durpel de straat op in het Vlaamse land. Ja, een zeer aardig begin zou ik zo zeggen. Volgens mij moeten onze wijzen daar wel iets op vinden. Wat vroegen we deze mensen, Jacques? De vraag was, zing eens een grote hit van Walter Grootaars. Zoals de oude piepen, zo zingen de jongen. De vraag was feitelijk, welk geluid maakt een tram die remt of een bocht neemt? Wat zegt Gertie? Nou, ik moet zeggen bij het bekijken van de fragmenten dat de imitaties toch wel een beetje te wensen overlieten. Er zijn trouwens helemaal niet zoveel goede imitators, maar... Wie wel? Nee, wat Chris van den Durpel vroeg, dat was, doe eens een piepende deur na. Zo, Walter, het gaat al 2 keer over u. Toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik eerst dat men had gevraagd van imiteer een bekend radioprogramma van Omroep Limburg. maar ik denk dat men de vraag heeft gesteld, welk geluid maakt men wanneer men met de nagels over een bord krast? Ken je dat zo? Dat is geweldig irritant, hè? Of over een bord in de klas of zo. Dat geluid vroeg men eigenlijk. Zo. Of over de Walter zijn gezicht, dat is hetzelfde. Dat is ook schuurpapier. Francine,
En Constant, ik zeg ze nog even op een rijtje. Hier komen ze. Volgens Sjaak is het een tramnabootsing. Volgens Gertie is het daarentegen een piepende deur. Maar Walter die zegt dat het gewoon krassende nagels zijn op een bord. Dat zijn de drie mogelijkheden voor Francine en voor Constant. En dat is niet gemakkelijk, hè? Want het kan alle drie. Maar er moet gespeeld worden. Zo, jij denkt de piepende deur. Ja, lijkt me nog. Meest voor de hand liggend. Ja. Ja. Hoe zou jij dat doen, zo'n piepende deur? Ook zoiets van piep. Ik ga het even naar Constant vragen, hè? Want heeft hij ook een piepende deur namelijk. Nou, ik vind dat jij ook even moet nabootsen. De piepen. Nou, we gaan het even aan Chris vragen. Kunt u voor ons eens het geluid van een piepende deur nabootsen? Kunt u dat eens proberen? Bij de 1000 frank, dus dat was goed. En dan nu een tweede vraag. En nu is het dus wel een vraag waarbij de panelleden de wijzen wijs moeten zijn. Want ik vraag hen, wat is een kuisboom? Sjaak. Een kuisboom heeft betrekking met een blaasinstrument. En het nadeel van een blaasinstrument is dat je moet blazen. Je kunt ook zuigen, maar dat is belachelijk. Een kuisboom heeft betrekking met een blaasinstrument. Hoe doen ze dat? Walter, laat me uitspreken. Ik zal u onmiddellijk belachelijk maken. Je kunt natuurlijk ook... Pas op, wacht. Dus je hebt een blaasinstrument en je moet blazen. Je hebt een zuiginstrument, je moet zuigen. Maar nu, wat gebeurt er als je blaast? Als je blaast, dan zijvert je. Je hebt ook mensen die zijveren zonder te blazen, natuurlijk. En je hebt dus zijver in je extrement, dus in dat blaasinstrument, je hebt een zijver. En door die kuisboom wordt de zijver eruit gehaald. Ah. Voilà. Zo door simpel. Te blazen. Zo simpel is het. Gertie, wat heb jij ervoor gevonden? Wel, ik moet zeggen, het woord kuisboom klinkt zo vies toch wel. Oh, nee, echt wel, kuisboom. Oh. Maar, vieze woorden bestaan niet, hè, Gertie. Het is wat jij ervan maakt. Het is wat in het woord zelf zit. Het is een boom. En moet ik even spieken op mijn papiertje om de Latijnse naam, om de Latijnse naam correct uit te spreken. De Vitex annus castus. Stel u voor, is een Zuid-Europese heester met paarse bloemen en er komen achteraf ook besjes aan. En dat is eigenlijk een geneeskrachtige boom waar een vocht uitgetrokken werd dat vroeger gebruikt werd, hou u nu vast, tegen overspel. Jack. Jack. Oh. Kinderen overspelen, kinderen. Ja. Een geneeskrachtige heester, ja, dus. Ja. Vandaar dat uw huis vol staat met van die heesters. Wat ja. Is een kuisboom? Waar waren we gebleven? Zeg, heb jij je ogen geverfd? Nee, maar ik heb die mijn bril niet op. Kuisboom is eigenlijk, of komt van kuisbodem en is de originele benaming voor het bikkelspel, omdat men bij het bikkelen zeer snel de steentjes van of de bikkels van de grond moet rapen, waarmee men de beweging maakt alsof men de grond of de bodem uist eigenlijk. En telkens proper moet maken. En dat is kuisbodem, werd dat genoemd. Dat is kuisboom geworden. En dat is eigenlijk het bikkelspel. Na elkaar. Een kuisboom is volgens Jacques Vermeire een instrumentenborstel. Gertie Christoffels houdt het bij een geneeskrachtige heester. En Walter die zegt het is een bikkelspel. Een kuisboom. Francine, Constant. Niet gemakkelijk, maar het moet ook niet altijd even eenvoudig zijn. En waarop wordt er gegokt? Jij denkt bikkelspel. Denk het, ja. Kuisboom, bikkelspel. Ja. Die komen dus thuis met vieze palmen van de hand. En hier zegt Constant, het is een instrumentenborstel. Ja. Denk dat, ja. Ja. Heb je zelf ooit in een fanfare gespeeld? Nee, ik ken niks van muziek. Nee, zo, als je op de fiets aan 180 kilometer moet fietsen, dan kan je... Nee, dat zal wel niet. En je kent niets van muziek. Dus dan heb je alle platen van Walter Grootaars wellicht wel thuis. Goed, wij gaan even vragen aan ons geacht panel, wat is een kuisboom? Het was Gertie, het was een geneeskrachtige heester. Dat betekent geen geld. Jammer, Francine, jammer, Constant, maar niet getreurd. Hier gaan wij de oude doos en wij gaan op zoek naar een oude vrijster. Er is geen terrein, geloof ik, van alles wat met kinderproblemen verband houdt, dat met zoveel angst en schroom betreden wordt, als juist dat van het... Ja, met zoveel schroom en angst wordt iets betreden, een pad. Jacques, waarover gaat het? Deze vrouw, een beetje een bedweter, heeft het over bedwater. Dus het gaat over kinderen die plasjes maken in het bed. Dus kringetjes, pipi, zoals men zegt. Dat is nog een taboe, uiteraard. Gertie, wat is het volgens jou? Heb jij daar ook last van gehad of wat? Wel,
Nee, het ging over iets totaal anders. En Jacques, laat me jou even aanspreken. Ik hoop van ganse harte dat jij het nog ooit zal meemaken. En als je wil, dan wil ik je er ook mee helpen. Het ging namelijk zeg over het... Zeg het! Breng me de mond niet open! Over het seksueel ontwaken bij het kind. De ochtend! Ja. Dus daarover zou het volgens Gertie gaan. Met veel schroom werd dit benaderd door Jacques, moet ik zeggen, Walter. Wat daar benaderd wordt, is eigenlijk een controversiële en zeer gevoelige problematiek, namelijk die van het kinderboek. En dat is een zeer gevoelige problematiek. Ja. Trouwens, en ook een zeer pijnlijke. Een controversiële problematiek, ja. Ja, een zeer pijnlijke problematiek ook, want Jacques heeft als kind ooit een hele kast kinderboeken op zijn gezicht gekregen. En hij is daar nog altijd niet van bekomen. Ja. De serieuze problematiek op een rijtje voor onze kandidaten. En ik zeg dat Jacques het had over bedwateren, Gertie over het seksuele ontwaken en Walter over het kinderboek. Wat werd zo schroomvallig benaderd door de oude vrijster waar ik daarnet over had, die jullie in beeld zagen, Francine en Constant, wat is het? En hij trommelde van zenuwachtigheid. En het werd hier het bedwateren. Is dat een probleem? Ik denk dat dat een probleem is. Dat is een enorm probleem, hoor. Ja, Jacques, dat is een probleem. Jacques, heeft Jacques zit er nog steeds van. Mee. Constant, jij zegt het seksuele ontwaken. Jacques heeft dan nog ik denk dat het evenzeer een probleem was. En het is tussen 1 en 2 dat het zeker zou gaan. Ik heb ook maar gezegd. Constant, dat is toch geen probleem, is morgen. We gaan het. Bij u misschien niet, Jacques, maar. Bij u wel. Bij u misschien niet, maar. Bij Jacques is het morgens geen probleem, maar s'avonds. We gaan weten wat het probleem is. Het komt er zo aan. Er is geen terrein, geloof ik, van alles wat met kinderproblemen verband houdt, dat met zoveel angst en schroom betreden wordt als juist dat van het kinderboek. Ja, 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 ja. Ja, ik zie Constant de armen ter hemel slaan, maar het is inderdaad het kinderboek. Dat was het grootste probleem destijds. Dat is nu het seksueel ontwaken geworden. Maar fijn, we hebben het over x aantal jaren terug. Duizend er verandert niks aan de stand hier, maar er kan nog veel gebeuren. Een stukje muziek van Ricky Davids. Goodbye, Corina. Goodbye, Corina. Jij bent weer vrij. Jacques, hoe gaat dit verder? Ik hou van Gilbert. Jochij. Maar het zal wel geweest zijn, jij woont nu op een boerderij. Ah, bon. En daarom is het voorbij? Ja. Wat jammer. Gertie. Nee, op de zin, je bent weer vrij, volgt, ik zie je soms nog in de bakkerij. Ja, Walter. Ja. Het is duidelijk een Vlaams lied. Het is een levenslied en het eindigt dan ook op, jij bent weer vrij, maar jouw beslissing maakt niet blij. Je weet nooit wat, maar het maakt gewoon niet blij. Luister aandachtig, Constant en Francine, het is jij woont nu op een boerderij volgens Jacques Vermeire. Ofwel, ik zie je in de bakkerij zoals Gertie denkt, of zegt Walter, maar jouw beslissing maakt niet blij. Wat is het, Francine en Constant? Jij zegt 1. Ik zeg 1. Jij woont nu op een boerderij. Dat verandert alles. Nee. Want destijds op het flat ging alles goed met die boerderij. Met al die beesten erbij is het een stuk moeilijker. Dus goodbye, Corina. Dat is jouw idee. Ja, ik denk het. Ja. Constant. Jij? 3 gegokt. 3 gegokt. Maar jouw beslissing maakt niet blij. Ja, dat het voorbij is. We zullen het zo horen. Kom aan, Ricky Davids. Goodbye, Corina. Zo, Constant, dat is goed, hè? Je staat nu op 5000 frank en hier 1000. Maar, Francine, niet getreurd. Hier is vraag 6. Vraag 5 voor 5000 frank. Een stukje film, een griezelfilm. En hij luistert naar de naam Mamba.
ja, dit vraagt ergens om, ja, ja, om wat er gaat komen, hè, Jacques? Ja. Ja. Deze mooie vrouw, mogen we zeggen, staat in haar slipje en zij is anti-slip. Dus dat wil zeggen, zij gaat een bad nemen zonder slipje, wat zeer hygiënisch is. Zij trekt het slipje uit, zij werpt dat achterloos weg en die slang krijgt dat slipje op zijn kop. Dat wordt al een inlegslang. Ja. Ja, ik vind Walter zeer goed vandaag. En die slang is haar kluts kwijt. Hoe zou het gezellig zijn, Walter? Meer slip op uw kop? Of op uw... Hè? Ja, en ja, dus die slang is haar kluts kwijt. Ja. Maar gaat nu wel veilig vrijen. Gertie. Ja. Nee, ze gebruikt een heel doeltreffend middel, trouwens, dat ook goed is voor andere dingen, maar daar zal ik het straks over hebben. Nee, wat doet ze? Ze zet de douchekraan op heel heet, ze wacht tot het water extra heet is, ze spuit op de slang en die verdwijnt natuurlijk kwispelstartend. Ja, dat zal zo wel, zit het. Zo'n slang die niet kwispelstaart, ik vraag me af wat hij verder nog kan. Walter. Ik denk dat die slang gewoon, fijn dat die vrouw, om te beginnen, dat hij haar slipje uit doet, want het is een Vlaamse film. En dat die slang zo verschiet en dat hij gewoon rechtsomkeert maakt. Maar dat zal het wel niet zijn, want het is gesubsidieerd. En er komt, zoals de fakirs slangen bezweren met hun fluitspel, zoals wij zo mooi kunnen zeggen. Ja. Dat gebeurt bij die dame. Zij begint namelijk te zingen in dat bad, terwijl ze nog altijd niet doorheeft dat er een slang zelfs in de buurt is. En van puur consternatie, want ze zingt echt van die Vlaamse slagers, valt dat beest in slaap. Dat gebeurt er. Zo, volgens Jacques Vermeijren gaat het slipje uit op de slang zijn hoofd. Ja. Volgens Gertie is het een heet waterdouche die de slang doet vluchten. En volgens Walter is het gewoon zingen. Waarmee het wordt opgelost. Constantin Francine. Wat denken we? En jij denkt heet water. Gewoon flinke stroom heet water erop en daar gaat de slang. Ja. Ja, dat is een oplossing. Dat zien we voor alles een oplossing. Ja. Ja, en jij denkt, slipje? Ja, ik vind het ook misschien de meest logische oplossing wat Francine geeft. Maar, Maar je zou graag zien dat het slipje uitgaat. Dat is... Zo is het. Ja. Of zoals wij steeds zeggen, samen met Freek de Jonge, constant wil constant de constant. We gaan het nu bekijken. Die deed meteen zo, want het viel mee. Hij krijgt, maar hij zag niks, dat was het. Hè? Dus hij vond het eigenlijk wel goed. Daarom deed ik ook ja, zo. Maar je hebt in elk geval flink gescoord, want kijk eens aan. Je staat er 5000 frank nog bij, dus je staat op 10.000. En nu moet Francine wel werkelijk heel erg goed uit de hoek komen, maar dat kan nog. Want wat is bijvoorbeeld een slome duikelaar, Jacques? Dat heeft te maken met petroleum. Zoals u weet, petroleum groeit niet aan de bomen. In Lier groeien de zangers wel aan de bomen, maar enfin... Ja. Je hebt de supporters bij, Walter. Ja. Dus petroleum wordt uit de grond met een vorm van ja, een zuiginstallatie. En als dat de petroleum bijna volledig uitgeput is, als alles weg is, begint dat traag te gaan. En dat noemt men dan een slome duikelaar. Dus de duikelaar is het pompen. En als het traag gaat, dat wil zeggen dus dat het alles leeggehaald is, is dat een slome duikelaar. Nee, het is een dier. Iedereen kent uiteraard de trage boomklever. Een eekhoornachtig diertje uit Zuid-Polen dat bijzonder traag de bomen inkruipt. Ja. Wel, dat is het niet. Ja, boeiend. Boeiend. Wordt interessant. De slome duikelaar is een soort otter die vooral in Canada leeft. En die duikt zo sloom of zo langzaam naar de vis dat hij er nauwelijks kan vangen, zodat hij eigenlijk moet leven van insecten en van vruchten. En die vindt hij eigenlijk niet heel lekker, maar dat is een slome duikelaar. Maar er is nog een derde.
onwaarschijnlijkheid. Het slome panellid, Walter Grothuis. Ik moet u wel verwittigen, Jacques, we zitten in Genk en in deze streken vullen ze de leegstaande putten op met slechte komieken. En ik kan u zeggen dat die van Zwartberg al bijna dicht is. Ja. Nee, een slome duikelaar is de... Een berg mee met zanger daar, ja, die in zwart gezongen hebben in hun leven. Ja? Een slome duikelaar. Slome duikelaar is de bijnaam die men gaf aan een Amsterdams marktkoopman uit de vorige eeuw. En die heette eigenlijk Abraham Jozef Swalf. En dat geloofde zelf dus? Ik geloof dat zelf, ja. Want men noemde hem ook Salomo duikelaar. Of op zijn Hollands gezegd, slome werd dat dan. Slome duikelaar. Ja, ik dacht op zijn lees. En dat, over die man doen heel veel verhalen ronden, maar het moet geen erg slimme kerel geweest zijn, of toch geen erg goed marktkoopman geweest zijn. Want slome duikelaar staat nog steeds voor suffert. Daar noemt men in Nederland een suffert. Een slome duikelaar is volgens Jacques Vermeire een petroleumpomp, volgens Gertie Christoffels een soort otter. En een suffert, zegt Walter. Kijk eens aan. Ja, Francine, ik weet het. Het is niet eenvoudig. En je moet scoren, hè? Ja. Want het is beslissend, bijna. Ezona. En wat doen we? Constant. En jij denkt dat het een suffert is? Ja. Een suffert, een slomme duikelaar. Kok. Je gokt. Ja. En, wat zegt Constant? Een soort otter. Ja. Jij houdt het op de verklaring van Gertie. Ja. Wat is een slomme duikelaar? Een suffert. Alsjeblieft. Ja. Kijk eens aan. 7000. 10.000. Gaat goed. Met andere woorden, de spanning blijft erin met de laatste vraag voor 7000 frank. Dus je kunt nog winnen, hè, Francine. Daar gaan we. We gaan met Chris van den Durpel naar de heer Bernaerts. Op stap. Meneer Bernaerts, in uw vrije tijd houdt u zich bezig met een heel speciale hobby, vind ik. Vertelt u eens? Ik verzamel slangen bij mij, dat was hier, hè. Die slangen hebben ervoor gezorgd dat u een tijdje geleden de krantenkoppen hebt gehaald. Hè? Wat is er precies gebeurd? Ja, hij heeft zijn slipje erop gegooid. Nee, ik vraag me inderdaad ook af, Sjaak. Jij ook? Ja, meneer Bernaerts, als je deze slipje ziet, dat is verschrikkelijk. Die slang is doodgevallen. Enfin, nee, die slang die heeft het hazenpad gekozen. Als een muis was die weg. Ze ging een keer het varken uithangen. En ze hebben die gevonden, excuseer, licht dialectische klank nu. Ze hebben die gevonden in een confiserie, dus in een snoepwinkel zeker, in de zon. Liefstig vermomd als een praline, zei ik. Ja, in een etalage hebben ze die slang teruggevonden. Dus... Dat was de uitstap? Ja. De uitstap van de slang. Oké, okay, Gertie? Nee, meneer Bernaerts laat zijn slangetjes iedere dag even uit. Dat mogen ze. Dan mogen ze even een wandelingetje maken, weliswaar in het huis, hoor, niet naar buiten. Wat een dubbelzinnige uitdrukking. Meneer Bernaerts laat zijn slangetje elke avond uit. Ja, hallo, oké, Gertie, ga maar. Nee. Ja. Proficiat. Nee, ik heb het duidelijk in meervoud. Zij kent meneer Bernaerts, ze woont vlak boven. Ja. Nee, het zijn slangetjes, heb ik heel duidelijk gezegd. Ik heb ook wat gebeurt er op een bepaald ogenblik? Een van de slangen kruipt in de brievenbus. De postbode komt eraan. Die had een identiteitscrisis, die dacht dat ze facteur was. De postbode komt eraan om de brieven te bestellen. En de slang bijt de postbode. Nu, gelukkig was ze niet giftig, dus er was weinig aan de hand. Maar meneer Bernaerts moet tegenwoordig wel zijn post zelf gaan halen op het postkantoor. Aha. Goed. En wat is het volgens jou, Walter? De slang was inderdaad niet giftig, gelukkig maar. Maar wat er gebeurd is, is gewoon, naar analogie van het filmfragment van daarjuist, die slang is inderdaad weggekropen, is de verdieping lager gekropen, is bij de onderburen binnengegaan, inderdaad de badkamer in, maar in het bad zat op dat moment het vierjarig dochtertje te spelen, zoals kleine kinderen dat in het water wel eens meer doen of in het bad wel eens meer doen. En de slang kroop dus ook het bad in. En het kind, niet vermoedend, dacht dat ze er een nieuw speelkameraadje bij had. En zat dus met die slang te spelen gewoon. En dan is de moeder binnengekomen, die bijna van haarzelf ging uiteraard. Die is de eigenaar gaan verwittigen en die heeft dat beest uit het bad gehaald. Dat is er gebeurd. De slang gaat op stap naar een confiseriezaak, volgens Jacques Vermeire. Nee, beet de postbode, zegt Gertie. Wel nu, de slang gaat een bad gaan nemen, verdieping lager, volgens Walter. Wat is het, Francine? En Constant, het is nu, beslissende moment, 7000 frank valt er te verdienen. En wie van jullie gaat naar de eindronde?
Dat, maar, dat gaan we zo weten. Jij denkt dat het dus etalage van een confiserie is? Ja. Dat denk je? Dat denk ik. Zomaar, hè? Het is spannend, hè? Ja, je weet het, hè? Het is spannend. Ja, het gaat over veel geld. En jij denkt, de postbode wordt gebeten. Klopt. Ja. Wel nu, wij vragen het aan meneer Bernard zelf. Ik verzamel slangen van mij, dat was hier, hè? Die slangen hebben ervoor gezorgd dat u een tijdje geleden de krantenkoppen hebt gehaald. Hè? Wat is er precies gebeurd? En toen ik met de Dan Smitten van de bakken dus vocht had gebruikt, waar die vezelpaten gewoon uitzitten, is dat slotje dus losgeraakt, terwijl mijn vrouw in de winkel was. En toen is er een van mijn slangen ontsnapt. Ja. En waar lag de slang uiteindelijk? In een confiserie. Dat is toen ik ja! 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 Elgin! Constant! Hoe is het mogelijk, hè? Ja! Ik moet jou troosten. Constant, ja, ik moet jou troosten. Ja. Met de Drie Wijzenster. Toch met dat. Het hele dikke boek Chroniek van België. Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft. Je was heel goed, je ging heel sterk. Je stond tot op het einde voor. Maar, jij wist het. Aan de andere kant zat Francine. En zij heeft nu gewonnen en gaat naar de eindronde. Francine, een applaus! En ik heb de enveloppen bij, Francine, je weet wat er gaat gebeuren. Ik ga naar de overzijde, naar Zaken, naar Gertie, naar Walter. Zij krijgen elk het kaartje. En dan moeten ze nu op doorstrepen wat het niet is, uiteraard. En dan mag je het hier terug instoppen, Zaken. Dat doe je maar heel erg stiekem, hè. Dan stop je het er maar in. En dan geef ik het envelopje door. Zo. Je stopt het er maar in. Perfect. En dit is goed. Ik doe de enveloppen dicht. En we gaan naar Francine. En weet je nog hoe ver we waren? Wij starten nu niet met 14.000 frank, maar met een bedrag van 614.000 frank. Ja, wat echt. Ja. Dat is een onuitsprekelijk groot bedrag. Maar daar moet je nog wel eens eventjes vreselijk voor opletten, hè, Francine? Ja. We gaan vol spanning kijken naar wat onze drie panelleden te vertellen hebben. Jacques, jouw verhaal. Francine, het gaat over geld nu. Ik ben in het leger geweest. Ik was een geweldige grote eter. Ik heb een zware opleiding gehad. Dat was tijdens de opleiding. En wij gingen s'avonds gaan eten en ik had enorm veel gegeten. Ik had zes grote boterhammen gegeten. We gingen daarna naar de kantine en ik had nog drie grote stukken taart. Ik had nog wat honger. Drie grote stukken taart. En ik was wel ontpochen dat ik een geweldig grote eter ben, omdat ik enorm veel kan eten, nu nog trouwens. En ik werd uitgedaagd, daar lagen nog zes boule berlins. Dus van die vettige bollen met crème. Ik weet nog goed, zes. En de weddenschap was dus dat ik die niet kon opkrijgen. Ik heb die vlotweg op enkele minuten tijd alle zes opgegeten. Dus zes grote boterhammen, drie grote stukken taart, zes boule berlins op een uur tijd. En ik dacht dat jij dat kleurken van de zonnebank had, maar dat is gewoon van uw lever. Ja. Francine, dit is het verhaal van Jacques Vermeijden. Ja. Hij was in het leger. De etende dus, militair. Dat is, het was toen hij in het leger was, dus dat is 40, 50 jaar geleden, moet je rekenen, hè, Francine? Is het waar of is het niet waar? Ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat het niet waar is. Gertie. Wel, wij zaten op een bepaalde dag tijdens opname op een of andere interieurbeurs. Ik weet begot niet meer of het Kortrijk of Gent was, maar dat heeft er ook heel weinig mee te maken met mijn verhaal. Ja. Wat gebeurt er? We hebben daar de hele dag opname en 's morgens, als we aan de ingang vertrekken, zegt er iemand tegen ons, om 6 uur sluit de beurs. Maar als jullie niet stipt om 6 uur gedaan hebben, dat is ook geen probleem. Er loopt altijd nog een nachtwaker rond, dus die kan wel even langer blijven voor jullie. Maar in ieder geval, hier is een plannetje met alle uitgangen erop staan. En één uitgang, die was aangeduid met een cirkeltje, die was langer open dan de andere. En naar die uitgang moesten wij ons begeven als wij eventueel later dan 6 uur zouden werken. Enfin, 18 uur 's avonds. Om 17:45 horen wij ineens omroepen, dames en heren, over een kwartiertje is de beurs dicht, gelieve u naar de uitgang te begeven. Nu, wij waren nog met de laatste opname bezig, we werken dus nog een tijdje door.
En toen we gedaan hadden, zagen we in één keer dat het al bijna 6:30 was. Dus wat doen wij? Wij reppen ons naar die ene uitgang toe. Natuurlijk, uitgang al dicht. Nu wilde het toeval dat net in dat gebied aan die uitgang het slaapcomfort uitgestald stond. Dus de nieuwste modellen van de bedden en van het allernieuwste beddengoed lag daar. Wat hebben wij dus gedaan? We hebben ons daar gewoon heel rustig een plaatsje gezocht op een van die bedden. En we hebben daar gewoon gewacht tot de nachtwaker inderdaad langskwam en tot hij de poort kon opendoen. Gewoon gewacht toch, hoop ik, ja. Hè, Gertie? Ja, ja hoor, goed. Ja hoor. He, want moeten we controleren. Francine, wat denk je? Is dit waar of is het niet waar? Ik denk dat het waar is. Ik denk dat het waar is, maar ja. Het is precies een beetje moeilijk, hè? Ja, het is ook spannend, hè, Francine? Het is heel spannend. Walter? Ik ben nog een tijdje, dat is nu wel een jaar of 10 geleden hoor, maar ik ben nog een tijdje bode geweest bij Omroep Antwerpen, de radio. En toen wij naar het nieuwe gebouw verhuisden aan de Jan van Rijswijklaan, kregen wij daar dus een echte receptie. En wij hadden ook een camera-installatie, zodat wij konden zien op voorhand, via de tv dan, welke mensen zich kwamen aanbieden aan het gebouw en dat wij dus via een parlofoon moesten openen. Nu, op een bepaald moment, we waren met twee van dienst, en we hadden daar ook aan die receptie opzij de kastje staan waar we onze jassen of zo dan, wat dan ook konden inhangen. En daar kon ik me net in verbergen en dan kon ik door de spleetjes kijken wie er zich aan de receptie bevond. En ik zeg tegen mijn vriend, er kwam juist een oudere meneer aangewandeld en ik vraag via de parlofoon waarvoor het was. Hij kwam een vraag stellen voor het programma Vragen staat vrij. Wou je een plaat aanvragen? En ik zeg, kom aan, wij verstoppen ons. Hij verstopt zich onder de receptie, onder het bureau eigenlijk. En ik verstop mij in die kast, waardoor ik wel kan zien waar die man staat. En hij komt dus naar boven gewandeld, staat daar aan die receptie, ziet niemand niet. Wacht even, en ik zeg dan verdoken van ja, wat mag het zijn, waarop die man niet reageert. Ik zeg, ja, ik heb het tegen u. Die man kijkt zo eens rond, zegt, is het tegen mij? Ik zeg, ja, dat is hier allemaal automatisch. Je moet gewoon zeggen waarvoor dat je komt en dat wordt allemaal geregeld. En die man zegt van, ja, ik kom voor vragen, staat vrij. Ik zou een plaatje willen aanvragen, maar ik heb een probleem. Ik ken de titel niet en ik weet ook niet wie het zingt. Waarop ik zeg van, ja, zing het dan gewoon eens een keer. Die man heeft daar dus voor niemand uit volle borst een nummer staan zingen. Vraag me niet meer welk, want dat weet ik niet meer. Uit volle borst een nummer staan zingen. Ik heb hem dan gezegd van, dat liedje heet Zo. Dat is de titel en dat is de uitvoerder. Wilt je nu over de receptie, op het bureau liggen papiertje en een stilo. Wilt je dat nemen, wilt je daar de titel opschrijven en het nummer van wie de vraag is en voor wie het plaatje moet, of aan wie het plaatje moet opgedragen worden. Die man heeft dat gedaan. Ik lag ondertussen dubbel in die kast van het lachen uiteraard. Die heeft dat gewoon opgeschreven, dat papiertje afgelegd. Die heeft goeiedag gezegd tegen een muur en die is buiten gegaan. Is dat waar, Francine? Ja, Walter, die bleef nog het een en het ander. Ik denk dat het waar is. Ja, ik denk dat het waar is. Ik denk dat het waar is, goed. 614.000 frank, Francine. Ja. Ik maak de envelop open, hè? Doe maar. Zo, kaartjes komen tevoorschijn. We gaan even vragen aan Walter of zijn verhaal waar is. Mijn verhaal was waar. Oké. Gertie, is jouw verhaal waar? Ja. Je schudt van nee. Hè? Je bent niet meer zeker? Ze gelooft is Jacques Vermeire een veelvraat of is het geen veelvraat? Zal dat nu bepalen of je met 14.000 frank naar huis gaat of met 614.000 frank? Jacques, was jouw verhaal waar of niet waar? Kom aan, zeg het. Volgens mijn gevoelens moet ik zeggen, ja, het is toch wel waar. Dat was waar. Francine, wat jammer. En het kaartje bewijst het, het was waar. Hij ja. Is zo'n veelvraat. Och, Francine, geef haar een geweldig applaus, dames en heren, want ze heeft toch gewonnen. De drie wijze ster, Francine. Gefeliciteerd. En, ja, vreselijk. Op één antwoordje na en dan had ze het goed gehad, maar nee, het heeft niet mogen zijn. Volgende week spelen wij met een inzet van 700.000 frank, die zo'n bedrag het bijna niet meer uitkrijgt. Dus u kijkt ongetwijfeld met ons mee volgende week naar de drie wijzen.